Piotr, ja, met de deur in huis vallen. Je hebt het weggegeven. Ja, dat kan je wel stellen. Hoewel, weggegeven is een groot woord. Kijk, wij moeten de situatie bekijken zo. Je staat 3 minuten voor tijd met 2 doelpunten voor. Plus krijgen wij een fraaie break door Alexander. Die misten wij. En toen is iets gekraakt in het team. Toen zakt geloof en gaan wij opeens heel paniekerig spelen. Niet geloven dat we die wedstrijd kunnen nog winnend afsluiten. En dat is een typerend van het team die ik heb. Jeugd en nog onervaren. Want normaal gesproken, kijk, dat gebeurt ook bij Champions League wedstrijden. Dat je 2 voor staat en dan verlies je nog alsnog die wedstrijd. Dus daarom nam ik laatste time-out risico met de keeper eruit halen en met 7e maan spelen. En dan scoren we inderdaad mooie doelpunt van Nouni Bazour. Maar weer onervarenheid in de laatste actie waar wij eigenlijk met z'n rest moesten teruglopen en proberen spelers van Doornik hier op middenlijn stop te zetten. Lukt niet, spelen gelijk. Waar eigenlijk winnende wedstrijd en winnende doelpunt was voor onze kant. Jammer, maar dat hoort bij die proces waar we mee bezig zijn. Was dat een vermijdbaar doelpunt, dat laatste doelpunt? Want dat was luttele seconde, 2 seconden voor tijd, denk ik. Ja, ik denk correcte doelpunt. Ik vind goed van Doornik dat ze niet in paniek hebben geraakt naar die laatste doelpunt. En alleen meteen zijn doorgegaan met het spel. En daardoor hebben ze ons verrast. En dat was gewoon doelpunt. Niks of af te dwingen. Gelijkspel is eigenlijk achteraf gezien zou ik dat voortekenen. Maar nu als je ziet die verloop van de wedstrijd, vooral die laatste minuten, dan hadden we moeten winnen. Maar oké, ik moet geduld hebben en niet vergeten dat we gelijk speelden tegen nummer 1. Dus dat is succes. Eerste helft kom je 3-4 goals voor. Wat gebeurt er dan? Want dan gaat het plots van 7-3 naar 7-9. Naar 7-9, inderdaad. Dat klopt. Wij spelen heel geconcentreerd. En in de afspraken, eerste 12 tot 15 minuten. En daarna plotseling bedenken wij iets anders. Waardoor heel veel balen gingen in de handen van tegenstander. Onderscheppingen, niet kunnen aanzetten, niet kunnen aanzetten op juiste persoon. En pas in de dwars in het veld, langs de verdediging. Ja, dan begint fout achter fout, waar wij niet eigenlijk tot scoringspositie komen. Alleen geven we bal aan tegenstander. Nou, binnen moe voor tijd was ik heel kwaad. Want dat kan toch niet? Dat kan niet. Maar oké, we hebben in de kleedkamer afgesproken. Jongens, wij verliezen op dit moment niet van tegenstander. Wij verliezen van onszelf. Wij veroorzaken dat Doornik scoort. Dus dan moeten we terugdraaien en geloven dat we kunnen winnen. Iets meer passie, verdedigen wat attenter en minder fouten maken. Dan hebben ze naar mijn mening goed opgepakt, tweede helft. Slotsom, er zit muziek in deze groep. Zelfs tegen de leider. Hoop ik. Daar ben ik hier voor. En dan is die groep hard aan het werken voor. Ik zie op de training al dingen vooruitgang. Nu moeten we dit omdraaien naar de wedstrijd. En ik denk dat wij met de maand beter moeten gaan spelen. Als we geheel blijven, want ik heb wat problemen met blessures. Mijn middelbouwers zijn alle 2 geblesseerd, dus die as van het veld is weg. Maar oké, wij beginnen gewoon steeds beter en beter draaien. Dus dat ben ik blij mee.